Go! Yo mensen, tof dat jullie kijken naar de eerste video van Minecraft. Ja, we zijn er weer. Ik had wel een video gemaakt over Minecraft met Konasami, maar het deeltje daar zo, dat had ik niet, maar ik heb zo'n app gedownload. En daarom wil ik mijn wereld spelen natuurlijk. En laten we dat ook gewoon doen! Natuurlijk. Het kan zijn dat tijdens opnames deze video automatisch kan stoppen, want ja, dat is niet zo chill als het gaat stoppen, deze wereld. Want dat haat ik ook soms. Oké. Ik zie al dat het al nice gaat. Hier, dit is mijn wereld in creative mode. Ja, jongens. Ik heb deze wereld al heel erg lang gespeeld. Al een half jaartje of zo. En ik vind het echt nice. Een nice spel. Want ik ga ook naar... Kijk, volg deze kaarsen. Dan ga ik ook naar een ander villager van de golems. En villagers. Want ik heb alle villagers even gekilled. En even golems gespawnd. Om even mijn koninkrijk te bewaken. Ik hou meer van creative mode. En dan kan je hacken en zo. Daar hou ik trouwens veel meer van. Het regent nu al wel. Want het denk niet chill. Als het regent. Dan zie je wel dingen goed. Maar er komen allemaal blauwe druppeltjes en zo. Kijk, dit is... de villager van mij, allemaal honden en zo. Ja. En hier zijn golems. Maar niet veel. Maar omdat ik te veel heb gespawnd, daarom. Er komen zoveel meer golems hoor, geen zorgen. Ja, het lijkt een beetje zo. Hier komen steeds meer villagers en steeds meer golems. En dus het maakt niet uit. Er is nu al een nieuwe versie van de wereld. En daarom had ik een backup gedaan en gemaakt en zo. Daarom kon ik de wereld spelen. Elke opname duurt 10 minuten. Maar als ik premium wil, moet ik serieus, hoe lang? Hoeveel minuten? Ja, nou, hoeveel euro betalen? 23 euro. Dat was niet veel. Ja, want ik wil een premium doen. Upload. En dat heb ik trouwens niet. Vind ik ook niet zo chill. Dat is wat stom. Oprecht als stom. Kijk hier, wat zit er in deze chest? Oh, niks. Ik ben niet alles kwijtgeraakt, hopelijk. Nee. Ik wil natuurlijk nooit dingen kwijtraken. Oh, nice. Ik heb dan die dingen nog. Nou, dit is mijn koninkrijk. Zoals jullie zien. Oh, kijk. Deze spinnen en zombies en nog wat shit en zo. Daar. Dat hoort er allemaal niet bij. Waarom hoor ik hondengeluiden? Want ik zie geen honden. Nou goed, nou kijk, dit heb ik allemaal gebouwd. Ja jongens. En zo. Oké, Conan en Sammy, als jullie deze video kijken. Wauw, echt geweldig. Kijk, hetsprogames.nl. Wauw, hè. Een geweldige koninkrijk van mij, hè. Dat laat ik allemaal zien. Heel erg chill, toch? Hé jongens. Oké, control, zodat ik heel veel meer kan zien, jongens. Hier, dus dit is mijn wereld. Jullie zien nog geen golems, maar vroeger waren heel veel golems. Ja, ik heb deze wereld lang niet gespeeld. Het lijkt gewoon nog een beetje. Daarom zien jullie ook geen golempje. Oh, wacht, hier is een golempje. Straks komen er veel meer golems, hè. Als ik hier 5 minuten sta... Dan komen er zoveel golems. Dan komen er iets van duizenden golems. Een keertje had ik een battle gedaan tegen withers en golems. En de withers zijn echt sterk. Ik had er wel 6 gespannen en hadden mijn hele koninkrijk vermoord. Dat was een dom idee van me. Dat moest ik natuurlijk niet doen. Maar ik had het toch al gedaan voor de uitdaging. Er waren heel veel golems dood gegaan. Maar ik heb weer nieuwe gespannen door deze rij. Kijk. Kijk, hoeveel blokken en vanaf deze kant naar de andere kant. En zo ging de spannen al 2 keer gedaan. En er waren serieus hier beneden al duizenden golems. Kennen jullie wel een YouTuber? Sunny is een Eticorn. Die speelt trouwens ook Minecraft. Maar gewoon online, hè. Ik doe offline. Ik speel offline, dus ja, dat wel.
Er zijn maar een paar golems hier, maar ik wil in mijn beeld zoveel golems spannen. Ik wil gewoon duizenden golems spannen. Maar ik hou van Minecraft, dit spel. Ik hou van offline. Daar hou ik van. De meeste mensen houden van online spelen, maar ik hou van offline. Offline hacking, daar ben ik niet zo'n pro. Dan ben ik een beetje de noob. Wauw. Wow, kijk hier. Hier, kijk, dit is mijn pad. Dit zijn allemaal paden van mij en zo. Ja, dit is mooi, hè? Dit kan je niet lelijk noemen. Nee, dit kan je niet lelijk noemen. Kijk, ik heb ook een onderwaterwereld, dus ik ben ook een beetje een Aquaman, eigenlijk. Ja, ik ben ook al een Aquaman ook, soort van, soms. En er is ook een update. Allemaal nieuwe dingen. Ik zal, als ik op E druk, dan zijn er meer nieuwe dingen. Volgens mij zijn er ook, in de update zijn er, denk ik, oh, wacht. Cowboy, oh, yes! Er is een update in Minecraft. Dat wist ik helemaal niet. Jongen, als jullie deze video kijken, ga alvast voor de 10 likes. Want Minecraft is echt zo'n populair spel. Dat ik nu al voor de 10 likes wil gaan. Ja. Ik wil al. Ik wil al 10 likes. Minecraft is zo'n bekend spel. En daarom wil ik het spelen. Maar er zijn nieuwe eieren. Nieuwe spawners en zo. En die wil ik trouwens ook al bekijken. Maar kijk hoe diep mijn zee is. Mijn gebied. Ik heb een grote koninkrijk. Maar hoe lang ben ik aan het opnemen? Dat weet ik niet. Wacht, dan doe ik escape. En dan zo. Zo. Hallo. Hier. Hoe lang ben ik al aan het opnemen? Oké, 6 minuten, bijna 7. Ik moet ook een beetje rekening houden hoe lang ik aan het opnemen ben. Want mijn limits, dat is 10 minuten. En daarom, ik ga even speeden. En zo, maar kijk, dit gebied ziet er zo mooi uit, jongens. Weten jullie waarom ik dit allemaal niet in de sneeuw leg en zo? Oh, ja. Anders komen we allemaal wit op en dan zie je de kleur niet meer. Ja. Dat is ook niet zo chill. Maar kijk, hier staat dus het Pro Games NL. Woehoe! Nice, jongens. Ik heb een YouTube-kanaal trouwens. Het is het Pro Games NL, waar jullie ook al kijken. Oh, in het water gevallen. Oké, kijk eens hier. Woehoe! Wauw. Oké, ik vind het echt geweldig hier. Kijk eens aan, het is ook een beetje donker. Je moet een of andere potion drinken, zodat jij licht kan zien in het donker. Ja. Oh, wacht, ik zag een hele coole zombie. Hey, gold armor. Yeah, maar ik heb dit echt zo vaak gebouwd. Dit allemaal in een half jaar, maar niet allemaal. Want ik heb meer dingen gebouwd. Ik heb ook een paradijs gebouwd. Als ik me red, kan ik dit in 3 minuten redden. Ik weet het niet zeker. Hallo. Oh, nice. Nice, allemaal kaarsjes. Oké. Okay. Ik kom eraan. Sneller, sneller. Huppakee, snel. Oké, dat is niet deze kant op. We moeten nog een andere kant op. Als ik dit zie, moeten wij zo. Ik heb ook een bloemenparadijs hier ver vandaan. Ja, ik heb een hele grote koninkrijk. Dat weet ik. Ik weet het. Ik wil dat ik een hele grote koninkrijk heb. Oh, daar heb je lava. Nee. Ik ben niet verdwaald. Ik ben niet verdwaald. Echt niet. Ik ben serieus niet verdwaald. Oké. Volgens mij ben ik al de verkeerde kant op. Maar waar is dat bloemenparadijsje gebleven? Moet ik deze kaarsen volgen? Ja, dan moet ik deze kaarsen volgen. Oké. Volg de kaarsen. Waar lok je mij naartoe? Ja, hierheen. Ja. Mijn koninkrijk is zo groot dat het een beetje aan het lekken is. Kijk allemaal wat er gebeurt. Zo, jongen. Oh my god. Volg de kaarsen. Ja. We gaan naar het paradijsje.
Hallo, waar ga ik op? Ga ik terug of zo?